De vlam is in de pan. Café is niet gemaakt om op een meter en half van elkaar te zitten. We moeten dus structureel veranderen. Hoe gaan we dat doen? Rassengeweld en plunderingen. You got gunshots, guys. Het probleem is dus groter. Racisme zit nog altijd diep ingebakken in... Uw moeder. Een waarschuwing van Trump. Af en toe maar een douche nemen. Zeker geen bad. Nee. Mensen zullen het niet graag horen. Ik sta hier. Dat is de living van onze samenleving. Onderzoeksjournalistiek. Ik herinner mij dat nog. Ik word daar vrolijk van. Welkom bij De Preek. Mijn naam is Kaar en het nieuws maakt mij eerder depressief. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. De show waar heikneuters en holibies elkaar vinden. De corona is zogezegd gaan liggen, maar eigenlijk is nu gevaarlijker dan in februari. Ondanks dat de Amerikaanse president het geneesmiddel al gevonden heeft. Het gaat om een middel tegen malaria. Quinine of hydroxychloroquine is al 100 jaar bekend en wordt gebruikt tegen malaria en recenter ook tegen artritis. Na een onwetenschappelijk Frans onderzoek rees het vermoeden dat het effectief zou zijn tegen de gele griep. A lot of frontline workers are taking hydroxychloroquine. Het middel is voorhanden en bekend, dus de neveneffecten zijn ook bekend. Gehoorschade. Het meest voorkomende neveneffect is een verminderde eetlust. Maar dat is natuurlijk niet zo sensationeel als de lijst van zeer zelden voorkomende neveneffecten. Het duurde mij minder dan een minuut om dit te vinden. Dat noemen we onderzoeksjournalistiek. Maar is het nu effectief tegen de Chinese pest? For whatever it's worth, I take it. En voelt u goed? I'm still here. Ja, maar uw anekdotes zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Was er maar een dokter voorhanden? Of beter, de afwezige vader van een arts. Doe dit niet. Ga niet naar de dokter. Doe dit thuis niet. Neem dit niet. Doe dit thuis niet. Einde citaat. Maar zoals ik al zei, Bjorn is geen dokter. Misschien is het toch het testen waard. Het medicijn zou volgens de laatste bevindingen de kans op overlijden bij COVID-19-patiënten verhogen. Wie zegt dat? Toch niet de WHO? Het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet. Dan ben ik uitgepraat. Tenzij ze het artikel al teruggetrokken hebben. En misschien is hier nog een complot te vinden. Een soort complot van de farma-industrie. Ja, natuurlijk. Een product van 15 euro met een verlopen patent, daar gaan ze niet rijk van worden. En dit heeft ook politieke gevolgen. De Verenigde Staten trekken zich intussen terug uit de Wereldgezondheidsorganisatie. Is het nu door hun kortzichtige klassering van videogames? Of komt het door het negatieve advies over mondmaskers bij het begin van deze pandemie? Het is zoiets, ja. Volgens Trump loopt de WHO aan de leiband van China. En nu moet China 3 keer per dag naar buiten met de WHO om een piske te doen. In de rest van de wereld is er niets gebeurd. Dus we blijven voorlopig in Amerika. Want daar had de president dit te zeggen. Twitter is de vrije meningsuiting volledig aan het verstikken. Tien en Trump spreekt wel goed Vlaams. Een wereldstaat zijn we. Wat was het probleem met Twitter feitelijk? Het gaat voortaan bij sommige tweets van president Trump een waarschuwing plaatsen voor lezers om de feiten te checken. Is dat echt nodig? Kritisch denken zou je op school moeten leren, voorwaardelijke wijs. Ik heb geen nood aan een Amerikaans bedrijf dat mij gaat zeggen wat en wie ik wel of niet mag geloven. Meteen na het plaatsen van dit bericht worden lezers verwezen naar allerlei betrouwbare artikels. En dit gaat geen enkel effect hebben op de Trump-fans. Zij wantrouwen de lamestream media nu al meer dan 4 jaar. Eigenlijk is dit een heel stomme zet van Jack Dorsey. Want door bepaalde tweets te gaan annoteren, hebben ze hun eigen veranderd van platform naar uitgever. Twitter is voortaan verantwoordelijk voor alle tweets die op hun website verschijnen. Dus ook die van de CCP, Al Jazeera, Russia Today en de misogyne complottheorieën van de incels. In de donkerste tijdslijn is dit slecht nieuws voor alle internetplatformen die tot op heden havens van dissidente incorrecte thought crimes zijn. Thanks, Jack. Wat bezielt u toch? Waarom doet Twitter dit en waarom nu? De verkiezingsstrijd is volop bezig, Wim. Maar waarom deed hij dat dan niet in 2016? Twitter is populariteit aan het verliezen en Jack wordt oud. Hij blaast nog liever zijn eigen website op als dat betekent dat zijn favoriete kandidaat wint. Het is feitelijk blatant opportunisme.
racisme. Twitter heeft naar eigen zeggen een integriteitsbeleid. Integer zijn is een beetje gelijk een vrouw zijn. Als je herhaaldelijk moet zeggen dat je het zijt, zijt je het waarschijnlijk niet. Ik ben helaas nog niet klaar met deze opstandige kolonie. Want er was ook veel ophef over het zoveelste geval van politiegeweld in de Verenigde Staten. Politiegeweld komt wel al eens vaker voor in die Verenigde Staten. En even vaak gaat het gepaard met een rassig kantje. Dus nu ook. Een blanke agent hield de verdachte, een zwarte man, minutenlang klem. En dat deed hij en plein publiek. Dus de omstanders hebben er beelden van genomen. Dus het zal u niet verbazen dat... De vier betrokken agenten zijn intussen ontslagen. En ze zijn ook alle vier gearresteerd. Want deze moord ging om een pakje sigaretten dat de zwarte man, George Floyd, gekocht had met een vals briefje van 20. Tot het tegendeel bewezen is, ga ik ervan uit dat hij niet wist dat het geld vervalst was. Het valt tevens te vermelden dat de betrokken agent een bekende geweldenaar is bij de politie. Maar door het systeem van piecing en de corrupte vakbond vindt die man altijd terug werk. Dit incident was de druppel die de emmer deed overlopen. Want er zit systematiek in, er zit een patroon in. Ze vormen 20% van de bevolking en 60% van de politiekogels zijn voor hen. Het is alleen jammer dat uw statistieken gans fout zijn, Bjorn. Het zijn zo'n ongenuanceerde uitspraken die van u een demagoog maken. Onderzoeksjournalistiek. En het volk opruien, Bjorn, is het laatste dat je nu moet doen. Het protest liep tegen de avond uit de hand. Rieschoppers sloegen etalages kort en klein. Het protest heeft intussen ook de hoofdstad Washington bereikt. Ze gaan aan de haal met horloges, sportkledij en tv-toestellen. Wat een vreedzaam protest had kunnen zijn, is snel uitgemond in rellen en plunderen. Mogen we zeggen dat de betogingen, die vaak vreedzaam beginnen, stilaan helemaal gekaapt worden door een beweging van geweldplegers en plunderaars? Eigenlijk mogen we dat niet zeggen, Wim. Kussen, Bjorn. Jij bent niet meer de missionaris van de VRT. Waarom ze u nog niet hebben buitengesmeten, is mij een totaal mysterie. Kunt je dan op zijn minst zeggen wie hier de schuld treft? Het zijn radicaal linkse elementen. Het is antifa. Dat zou kunnen kloppen, want die kwade communisten durven al een keer iets te verpesten. Bel de flikken. Ah nee, wacht. Bel de roofcoreans. Wanneer er geplunderd wordt, wordt er geschoten. Er is nuance te vinden in deze. De zaak. Ja, de flik was overduidelijk in fout, dat weet iedereen. Maar rellen en plunderen zal in geen enkele maatschappij worden toegelaten. Voorts baart dit mij ook zorgen. Op het kruispunt waar hij stierf, hebben buurtbewoners en stadsgenoten bloemen neergelegd. Het lijkt er nu op dat George Floyd vereerlijkt wordt voor zijn onfortuinlijke dood. Maar hij heeft een waslijst aan criminele feiten in zijn verleden, waaronder gewapende inbraak. Nee, George Floyd is zeker geen Gandhi. Ah nee, wat die was zelf racistisch. Maar hij is ook geen Martin Luther King Jr. Het racisme zit hem trouwens ook in die vele blanke antifas die het protest aan het verpesten zijn. This is not a black woman who's putting Black Lives Matter. Don't spray stuff out here when they gonna blame black people for this and black people didn't do it. They not gonna show y'all faces when they see that on their building. They gonna blame that on us. Y'all are part of the problem. Stuff like this ain't right. Maar we zullen proberen positief te blijven. Ze hebben wel coole slogans. No justice! No peace. Prosecute the police. Ik ben vrij zeker dat dat in een liedje van Rage Against the Machine komt. Het is een complexe zaak daar in Amerika. Deze sociale onrust is het verlengde van de 99%. Daarbovenop komt het slavernijverleden. En niet vergeten, het is ook een verkiezingsjaar voor hen. En ook al zijn er geen verkiezingen gepland bij ons, toch wordt er ook geprotesteerd. In ons land is geprotesteerd tegen discriminatie en het politiegeweld. Maar politiegeweld bij ons ziet er eerder zo uit. Ja. 20 mei werden deze beelden door de politie van Anderlecht op het internet gezet, om zo de herrieschoppers van Keurigem te kunnen identificeren. De VRT hielp mee. Nee, wacht, ze werkte tegen. Er is te zien hoe politiemensen geslagen en geschopt worden terwijl ze proberen iemand te arresteren. Op deze wazige beelden is er niemendal wat te zien, bende rijersrukkers. Kunt je nog opzichtiger zijn in uw censuurpraktijk? 20 seconden duurde dit item, dus veel meer heb ik hier niet over te vertellen. Maar de protesten van vorige week zagen er dus zo uit. Black Lives Matter! Black Lives Matter!
En het zal u misschien verbazen, maar ik heb niets tegen dit protest. De actie verliep grotendeels volgens de coronaregels. En dat kan mij ook niet schelen, zolang er maar geen vandalisme is. Verschillende plaatsen in ons land zijn de voorbije dagen standbeelden van koning Leopold II beschadigd. Dat is de uitzondering. Ga uw gang. Die mens was een klootzak. Leopold II verhitte gemoederen omdat hij met de verovering van Congo destijds de dood van heel wat Congolezen op zijn geweten had. En tot daar het institutioneel racisme in ons apenland. Deze vrouw legde het uit in Chinees. Tout le monde doit être représenté dans l'espace public. Eigenlijk ben ik het met haar eens. Want vind jij het normaal dat na meer dan 30 jaar de radio's we nog steeds geen standbeeld hebben van Ronnie Mossuze? Dat maakte mij wel heel kwaad. Standbeeld van Ronnie, nu! Het verleden gaan we daar ook niet mee veranderen en zeker ook niet uitwissen. Ja, kom, we zitten wel al 5 koningen verder. De feiten zijn verjaard. Er is een korte update, want zondag 7 juni waren er opnieuw protesten en dat zag er zo uit. Goed bezig, mannen. Je bent de meest zwarte wijk van Brussel aan het vernietigen. Maak eens de balans op van die betogingen. Wat willen zij precies? Kennelijk sakkosjes en stiletto's, Wim. En nu zijn de giranten racisten geworden. Proficiat. Enfin, wij hebben nog genoeg andere problemen. Processierupsen. Nee, goele, niet opnieuw. Ik wil spreken over de droogte. Eerste sproeiverbod is een feit. Het is nog maar lente en ze zijn hier nu al met de maatregelen. Misschien hebben ze toch iets geleerd van de coronacrisis. De symptomen werden eerst zichtbaar in Overijssel. Niet zo ver van hier. Er komt amper nog of geen water meer uit de kraan. Dit is een heel vreemde zaak, want dit gebeurde 2 dagen achter elkaar. Vanmorgen kwam er water uit de kraan, maar sinds vanmiddag niets meer. En dan willen ze ons doen geloven dat het hier aan ligt. Het grondwaterpeil staat heel laag. Het grondwaterpeil is niet in 1 nachtje hersteld. Dan spreekt je over tientallen jaren. Dus dan ligt het aan ons. Massale waterverbruik. Maar moest dit werkelijk het probleem zijn, hadden ze allang een limiet per woning ingesteld. Eerlijkheid verwacht ik van de openbare omroep. Infrastructuurwerken zouden het watertekort in de hand werken. Zeg dat dan toch direct in plaats van 2 op ons te steken. Dit is duidelijk een eerste wereldprobleem, dus kwamen ze af met een derde wereldoplossing. Wie zonder water komt te zitten, kan hier 10 liter water komen halen. Goed, ik zal het op mijn kop terug naar mijn hutje dragen. Want water is heel belangrijk. Het is de bron van het leven, zoals we allemaal instinctief weten. Maar toch is het leuk om het Frank nog eens te horen bevestigen. Het water is een heel kostbare grondstof. We gaan dat in de toekomst nog echt nodig hebben. Oh Frank, jij bent zo slim. Maar een tekort aan water gaat wel voor problemen zorgen. Landbouwers mogen geen water meer uit rivieren en grachten halen. Gelukkig komt de redding uit een onverwachte hoek. De Deense suikerfabriek wil tijdens deze periode van grote droogte landbouwers aan water helpen. Eigenlijk is dat niet zo'n onverwachte hoek. Want 3 maanden eerder hebben die suikerklontjes de corona opgelost. De suikerraffinaderij in Tiene zal nu ook desinfecterende gel produceren. Zwijgenmerk, niet elke crisis is een marketingmogelijkheid. Als het nu echt klopt dat ons gematigd klimaat verdroogd is, dan zal het wel hieraan liggen. Dit is sinds 14 maart een vertrouwd beeld. Gesloten cafés, restaurants en hotels. Vanaf maandag 8 juni zullen de cafés weer mogen opengaan. En dat is goed nieuws. Intussen heeft de horeca al voor bijna 4 miljard euro verlies geleden. Wie heeft dat beeldje daar gezet? De totaal rechtmatige regering doet zijn uiterste best om de cafébazen verder te helpen. Er is zelfs een premie. Die dreigen in het slechtste scenario meer dan 50.000 banen verloren te gaan. Ja, maar al die beeldjes staan fout. Goed, de cafés gaan terug open. Daar kunnen we zeker van zijn. Er komt in een eerste fase een sluitingsuur om middernacht. Als het nu nog niet duidelijk is, de Belgische cafés zijn zwaar geneukt. Want met de grote heropening zal de premie verdwijnen. En toch zullen niet alle cafés kunnen opengaan. De grote boosdoener is meetkunde. 1,5 meter is redelijk veel. Want de sociale afstandsregels moeten nog steeds gerespecteerd worden. Voor grote cafés is dit minder een probleem. Maar het klein cafeetje van Peggy Sinave in Blankenbergen blijft voorlopig dicht. Pak dat uw café 10 meter op 10 is. Dan kan er wat 8 man binnen. Dat is niet makkelijk. Het is al gemakkelijk op papier. Dus veel
cafés zullen niet opengaan. En de cafés die wel opengaan, zullen aan omzet verliezen. Na 3 maanden verplichte smetvrees gaat niemand een druk café binnenstappen. En op hulp van Hilderie Krivitson moeten ook niet te veel tellen. We hebben al meer dan 1000 gevallen waar we effectief ook de premie moeten terugvorderen. Gegeven is gegeven, kutkind. Als Cerise op de Gâteau de Merde zult je ook niet meer anoniem op café kunnen. Moet 1 tafelgenoot naam en telefoonnummer achterlaten mochten er besmettingen opduiken. En zoals het communistisch manifest het voorschrijft, zult je ook niet meer met geld betalen. Werkgevers kunnen in het kader van een sociaal akkoord dat ze maken, naast bijvoorbeeld maaltijdchecks, ecochecks, ook nu een horecacheck, maar misschien wel wat ruimer een vrije tijdcheck kunnen geven. Een vrije tijdcheck, dat is geld. Gewoon geld. Geef geld. Geef geld aan Peggy. En laat die stomme regeltjes vallen. Want zo is niets mogelijk. Nee, je mag toch niet zitten. Nee, je mag niet naar door. Nee, je mag niet openzetten met die mensen, want dat is een aparte bubbel. Helaas kunnen we niet rekenen op de experts en hun gouden tips. Een gouden tip? Zorg dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven. Probeer dan nog maar eens failliet te gaan. En zo komen we bij Mark van Rans. Een briljante geleerde die nog nooit van penalties heeft gehoord. De voetbalwedstrijd, daar weet je van. Na 90 minuten is die gedaan. Ik ken Max van Rans vooral als Twitter-troll voor de PvdA. Maar over het algemeen heb ik niet veel op te merken over zijn televisieoptredens. Hij is een beetje tutoyerend. Verschillende probleempjes, een bont allegaartje. Iedereen hield mooi afstand. Elk vuurtje te blussen, zich aan die regeltjes gaat houden. Ja. Maar op het internet toont hij zijn ware gelaat. Hij houdt zich voornamelijk bezig met politiekers te trollen. Ik heb geen tijd om met jullie te spelen, Louis en Theo. Maar doe rustig verder, want het zijn jullie die zich belachelijk maken, niet ik. Soms waant hij zichzelf een influencer. Wauw, 15.000 volgers. Daar kon ik vroeger enkel van dromen. Ik hoop daar ook ooit te geraken, maar dan ga ik er toch een pak moeten verliezen. En hij gebruikt zijn verheven positie als corona-expert om zijn Belgicistische waanbeelden te verkopen. De GS werkgroep voor de exit-strategie gaat blijven werken gedurende de volgende maanden. En dus ga ik niet actief deelnemen aan de 1 mei-vieringen. Wellicht gaat 11 juli ook rap worden, maar 21 juli vier ik zeker mee. Nee, Markske, 11 juli wordt verplaatst naar 6 december. 21 juli gaat door op 28 december. En daarbovenop noemt hij Else Ampe, vriend van de show, zo goed als een oer. Nu hoor ik u al denken. Ja, maar Kaar, jij trolt toch ook politicus. En dat klopt. Maar ik ben een flauwe plezante op YouTube. Geen virologisch expert waar mensen op rekenen om hen te informeren. Deze domme plebeer zal lachend knikken en zijn politiek gezever snikken. Maar ik ga het ook aan onze dokter vragen. Mark van Rans werd in 2007 door de socialistische regering tot griepcommissaris benoemd. En zijn opdracht was België voor te bereiden op de uitbraak van een pandemie. Dat is 13 jaar geleden. Wat heeft hij in die 13 jaar gedaan? Nougatbollen. Want België was op geen enkele manier voorbereid toen het uitbrak, zei die geleerde viroloog. Het is maar een griepje. Er waren geen mondmaskers, er waren geen testen. Maar je vraagt u af, waarom is die een vent 13 jaar aan een stuk betaald geweest om die functie uit te oefenen? Had hij een communist in communistisch China geleefd? Zij hadden hem tegen de muur gezet. Daar was niet over gediscuteerd. Hier zouden ze hem voor de rechtbank moeten brengen en aanklagen voor onvrijwillige doodslag door onbekwaamheid. Goed gezegd, jongeman. Maar laat dit neerbuigend zakske nog even in de waan dat hij een gerespecteerd expert is. Nog 1 pulleke en mijn ranstenboog is klaar. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. Mijn keel is droog en het is de schuld van de regering. 2. Ik laat mij niet de les spellen door kwaaie communisten. 3. Gandhi was een racist. Hartelijk dank om alweer te kijken naar deze prullenbakshow. Abonneren en delen is leuk, dus je weet wat doen. Ik zie u graag een volgende keer terug en ik laat u nog met dit. Binnenkort brengt de suikerfabriek zwarte klontjes op de markt.